Je ziet bijvoorbeeld in Zuid-Amerika dat in één keer, dat het bijvoorbeeld abortus wordt gelegaliseerd. Ja. En mensen gaan daar op straat en die vieren daar feest mee. Nou, daar word ik wel heel erg verdrietig van. Dirk Boswijk, we zijn hier om te praten over het thema abortus. Een heel lastig thema. Ja. Wanneer is abortus volgens jou te rechtvaardigen? Alleen bij een medische noodtoestand of ook bij verkrachting? Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, laat ik meteen zeggen dat ik persoonlijk zal ik nooit voor een abortus zijn. En vind ik het heel verdrietig dat het bestaat. Tegelijkertijd moeten we ook realiseren dat de wetgeving er nu helemaal is. En dat die wetgeving er destijds gekomen is omdat we heel veel illegale abortus hadden. Waarbij zelfs abortus werden gepleegd echt nog ver voorbij de 24 weken termijn die we nu hebben. Maar dat is toch ook veel te lang, 24 weken? Ja. Baby's zijn levensvatbaar vanaf 23 weken tegenwoordig. Ja, klopt. Ik vind dat persoonlijk echt een heel moeilijk punt. Ik heb daar zelf ook wel moeite mee. En tegelijkertijd is die wetgeving er destijds gekomen als een soort compromis. En ik snap hoe gevoelig dat is, hè, dat je op zulke thema's een compromis moet sluiten. En tegelijkertijd leven we in een gebroken wereld. Waarbij een groot deel van Nederland een hele andere overtuiging heeft dan mensen met een christelijke achtergrond. Dan moet je daarom water bij de wijn gaan doen? Nou, je kan zeggen van we doen helemaal niet meer mee aan het debat en we houden ons ervan af. Dat zou een keuze kunnen zijn. Waarbij je tegelijkertijd helemaal geen invloed meer hebt. En dat vind ik, dat is toch wel een keuze. Ga je dan heel principieel zijn, wetend dat je geen enkele invloed meer hebt? Of ga je proberen het zo min slecht mogelijk te maken door pragmatisch te zijn? En dat is eigenlijk een spanningsveld waar je dan op balanceert. En tegelijkertijd, ik sta hier ook in het besef dat ik ook verantwoording af moet leggen uiteindelijk. Niet alleen aan de kiezer, maar vooral ook aan God. Ja. En dat is ook mijn persoonlijke worsteling. Hè? Laat ik daar gewoon open op zijn. Maar dan ben ik toch altijd wel meer voor de pragmatische lijn dan de principiële lijn. Omdat ik denk van je kan heel principieel zijn en uiteindelijk daardoor wetgeving krijgen die misschien nog veel slechter is. En dan kan je misschien beter pragmatisch zijn door het minder slecht te maken. Ja, want... Maar tegelijkertijd, super onbevredigend antwoord. Ja. Worstel ik zelf echt mee. Want jouw persoonlijke mening zou zijn dat... abortus eigenlijk in geen geval te rechtvaardig is. Ik vind dat kort door de bocht hoor. Want in medische gevallen vind ik dat echt wel dat het echt wel een stuk genuanceerder ligt waar bijvoorbeeld het leven van een moeder in gevaar komt. Dus ik vind dat, ik wil daar niet meteen een oordeel over vellen, maar ik sta er zeker niet om te juichen. En als ik mensen zie die aan het feest vieren zijn, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, dat in één keer, dat het bijvoorbeeld abortus wordt gelegaliseerd. Ja. En mensen gaan daar op straat en die vieren daar feest mee. Nou, daar word ik wel heel erg verdrietig van. Want het is, of dat je nou voor of tegen abortus bent, het is natuurlijk uiteindelijk een buitengewoon trieste wetgeving dat we dat nodig hebben. Ja. Dus ik sta daar echt, ik ben daar zelf, zou ik dat persoonlijk, als vader van twee jonge dochters, zou ik daar niet voor zijn, nee. Nee. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook niet dat ik daar over andere gevallen moet gaan oordelen, want ik heb ook makkelijk praten als man, als iemand die gezond is, die niet voor die dilemma staat. Helder. Wat zou je tegen christenen zeggen die misschien met hun buurman of hun buurvrouw een gesprek over abortus willen voeren? Hoe kunnen ze dat zeg maar in leven doen, maar ook toch kleurbekennend van, hé, wij komen op voor het ongeboren leven? Ja, nou, ik heb dat zelf in mijn eigen, ik ben nou wel christen, maar ik heb gewerkt in een hele seculiere wereld, ook hier, een werk waar bijna niemand gelovig is. Ja. En dan heb ik ook best wel vaak dat mensen zeggen van wij nemen kinderen bijvoorbeeld, op die manier wordt er dan gesproken. Nou, daar heb ik echt wel vaak aangegeven, jongens, of dat je nou gelovig bent of niet, maar die neem je niet, die krijg je. En dat doet ook heel veel pijn als je op die manier praat, omdat ik heel veel mensen ken die ook heel graag kinderen zouden willen hebben en niet krijgen. Ja.
En dat is vaak ook in het verlengde met abortus. Dat ik zeg, ja, realiseer je wel dat het echt een zegen is als je de kinderwens hebt, kinderzegen krijgt. Het opvallende is dat er heel veel mensen, seculiere mensen, ook echt wel genuanceerd over abortus praten. En ook echt wel denken van ja, er eigenlijk gewoon in staan zoals ik er zelf ook in sta. En die hebben voor de rest. Er is zeker hoop, ja. En ik denk zeker in de jongere generatie dat debat komt echt wel op gang en het gesprek. Maar het is wel een heel kwetsbaar onderwerp waar ik wel echt, hè, als ik bijvoorbeeld zie in Amerika hoe die discussies daar gaan en die demonstraties en waar mensen uit worden gemaakt van alles en nog wat. Daar wil ik tegelijkertijd wel voor waken, want het is een heel kwetsbaar onderwerp waar we van allebei de kanten met respect voor elkaar standpunten moeten praten. Hoe moeilijk dat ook is, hè? Van allebei de kanten is dat moeilijk. Ja. Goed, ik denk dat het dan aan ons als christenen de opdracht is om te laten zien dat er ook alternatieven zijn. En dat gewoon echt heel belangrijk is. En dat dat niet het antwoord hoeft te zijn. Dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. Hey, leuk dat je naar deze video hebt gekeken. We kunnen deze video's alleen maken door de steun van onze leden. Dus ga naar cip.nl, abonneer je en start je gratis maand als je nog geen lid bent. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal.